Op welk gebied innoveren we te weinig? Waar schieten we tekort? Wat liggen braak? Waar moeten we meer doen? Ja, wat mij betreft een vrij open deur. Het gaat over ICT. Nederland is een ontzettend ICT-savvy land. Ontzettend hoge penetratie van internet. Grootste wereld, internetknooppunt. Daar investeren we te weinig in. Dat gaat achteruit. Maar we zijn zo groot, zeg je net. En toch doen we daar te weinig. Ja, we doen daar te weinig. Want we zijn groot, maar we moeten ook groot blijven. En dat is het geval. Van als je goed bent, moet je ook goed willen blijven. En die ambitie zouden we moeten hebben als Nederland. Op welk gebied moet Nederland beter zijn best doen met innovatie? Ik denk dat Nederland vooral niet bang moet zijn om te innoveren. Durf een keer de stoute schoenen aan te trekken. En loop een keertje naar je leidinggever of de CIO toe en zeg van, waarom doen wij dit? Waarom doen wij dit niet anders? Vooral de angst merk ik voor verandering. Dat speelt er wel heel erg apart. We doen het nu zoals we het nu doen. Dus waarom zouden we veranderen? We blijven aan die kleine potmetertjes draaien. Waarom nemen we die keer die grote ronde cirkel en draaien we die een keertje gewoon 180 graden om? Maar wij Nederlanders zijn toch zo mondig? Hebben we dat mis? Je ziet dat vooral gedreven door angst en net de presentatie ook door een jongere medewerker. Daar zie je nog enthousiasme in. En wat je vooral ziet in traditionele organisaties, die eigenlijk al 10, 20, 100 jaar hetzelfde doen, om daar het verschil te maken, ja, daar zie je toch een angst in. Voor verandering eigenlijk. En ja, dat zou ik dolgraag willen veranderen. Ik ben zelf niet meer jong, maar van binnen voel ik me echt nog echt heel jong. En ja, er zijn zoveel kansen die er liggen. Die moeten we gewoon allemaal grijpen. Duidelijk. Tradities durven aantasten. IT Innovation Day. Op welk gebied doen wij niet genoeg ons best met innovatie? Wat laten we braak liggen? Waar moeten wij meer ons best doen? Ik denk dat wat wij in Nederland beter zouden kunnen doen is om echt jonge startende ondernemers faciliteiten te geven, toegang tot technologie, toegang tot elkaar vooral ook. En je ziet nu initiatieven langzaam ontplooien, maar dat hadden we veel eerder moeten doen om te zorgen dat die innovatiekracht van Nederland gewaarborgd blijft. Amsterdam wil heel graag een soort van tech city zijn. Je hebt natuurlijk de tech campus van Philips, Philips Eindhoven. Maar er moet veel meer van dat soort dingen gebeuren. En als wij het niet doen, dan doet iemand het om de hoek in een ander land net zo goed voor je. Weet je? Dus ook dat, het hele ding denk van Nederland versus de rest van de wereld, is natuurlijk onzinnig. Al in een groter Europa, maar sowieso in een mondiale economie. Ik bedoel, ook binnen Google, wij hebben mensen altijd in alle vijf werelddelen bij spreken werken aan problemen in teams. Nou, als we daar iets met elkaar kunnen betekenen, hè, door te proberen te poelen van denkkracht en jonge, ambitieuze ideeën, het wellicht ook helpen realiseren van dat soort ideeën, er is soms geld voor nodig, maar soms niet eens heel veel geld. Als we daar gewoon ietsje meer ons best voor kunnen doen in Nederland, dan komen we er vooruit.